Dirk, gisteren tegen Antwerp. We pakken er één puntje. Ben je er tevreden mee? Wat, sowieso, als je op Antwerp moet gaan spelen, dat toch een moeilijke verplaatsing is. En ook derby is een punt altijd meegenomen. Hè. Op verplaatsing is dat ook niet slecht. En Antwerp, wetende omstandigheden, niet gemakkelijk. Langs de andere kant, als ik de wedstrijd zie en dat we daar op voorsprong komen en de kans krijgen om het om 0-2 en misschien af te maken, is dat wel zuur en zeker de manier waarop dat we een doelpunt pakken. Ik vond absoluut geen fout. Rond de 16, altijd moeilijk voor een keeper om te houden. En iets te kort bij het eerste doelpunt dat wij maakten natuurlijk. Het gaf ons weinig ademruimte. Dus er zat misschien iets meer in. Maar op basis van balbezit van Antwerpen, de eerste helft, moeten we ook eerlijk zijn en zeggen. Zij waren enthousiaster dan wij, zeker de eerste periode. Hoe we de goal tegengekregen hebben, was dat misschien omdat de muur niet goed opgesteld stond? Ja, de muur die was wel goed opgesteld, hij was ook goed getrapt en zo. Alleen kun je discussiëren over kleine details. Hè, waar het is altijd lastig als je op die manier een tegendoelpunt krijgt, omdat we er ook al ongelooflijk veel op geoefend hebben. Maar soms 10 centimeter meer of minder, links of rechts, of ietsje te vroeger uitkomen, kan een wereld van verschil zijn. En gisteren zijn we daarop geklopt. En waarom startte Kilolesi op de bank eigenlijk? Oh, maar zo kun je iedere week vragen stellen waarom die niet en waarom die wel. Hè. Ik bedoel, Kjelo heeft de kans gisteren in de tweede helft gekregen om in te vallen. Hè. En iedereen moet maar zelf zijn conclusies trekken. En zeker degene die zich afvragen waarom dat hij niet start. Hè. Ik bedoel, het is vrij simpel. Het is altijd gemakkelijk om te zeggen wie dat erin moet, maar nooit wie dat eruit moet. Maar we zijn met 25 evenwaardige kernspelers. Iedereen moet op scherp staan en er zijn geen bevoorrechte figuren. Zonder naam of faam. Degene die zich het best profileren, dat heeft ook met trainingsarbeid te maken en zo. Die gaan spelen. En gisteren hebben wij voor Penga gekozen en ja, die brengt ook het eerste doelpunt aan. Dus op zich was dat, vond ik, een geslaagde zet.